Anderlecht begint goed. Na een kwartier vindt Praat Syriac. Zijn voorzet bereikt Aschampong, die prima verlengt. Anderlecht verdient 1-0 voor. Kort voor de rust is Mitrovic dicht bij de 2-0. Maar zijn kopbal mist richting. Na de pauze komt Mouskroen Perué beter in de match en de bezoekers krijgen ook kansen zoals deze voor Badri. Kaminski is kansloos, het staat 1-1. En 1 minuut later bijna zelfs 1-2, maar de lat houdt Van den Driessen van een doelpunt. De lat en de vingertoppen van Kaminski. Anderlecht bibbert, maar op een kwartier van het einde kopt Mitrovic de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Prima geplaatst, deze kopbal van Mitrovic 2-1. Mouskroen Perué kan daarna geen vuist meer maken. Invaller Suárez maakt er met wat geluk zelfs nog 3-1 van. De landskampioen heeft de start van de competitie niet gemist.